Steenbok, jouw reading voor augustus. Neem zelf mee wat resoneert, waar je iets mee kunt. En zo niet, dan laat je het voor wat het is. Wat mag er voor de steenbok gezegd worden voor augustus? En hier nog een kaartje uit. Kaarten die eruit komen zijn: twijfel, twijfel, ga naar je gevoel en geef je over aan het universum. Geef je over aan het universum. Ga naar je gevoel. En twijfel. Oké, lieve steenbok. De situatie waar je momenteel in zit. Datgene waar jij over twijfelt. Waar jij heel erg mee bezig bent in je hoofd op dit moment. Iets waarvan je dus niet goed weet. Moet ik dit doen of kan ik beter dat doen? Er is gewoon verwarring en het is warrig in je hoofd. Je weet niet goed welke kant je op moet gaan. En dat is heel logisch. Want als je vanuit je verstand gaat analyseren, gaat proberen te kijken naar wat beter is, wat wel goed is, wat niet goed is, dan zul je nooit het gevoel krijgen dat de keuze juist is. Omdat de juiste keuze, die voel je. Dat is een gevoel wat je heel duidelijk voelt. Dan heb jij geen twijfel meer. Twijfel komt altijd vanuit het hoofd. Een waarheid, een weten, een antwoord komt altijd vanuit je gevoel. En daarom is dit ook heel duidelijk de boodschap voor jou. Geef je over aan het universum. Ook heel logisch, want op het moment dat jij die controle die hier vandaan komt los gaat laten en gaat leren vertrouwen op jouw gevoel, want jij weet het diep van binnen wel, jij bent alleen bang dat je het niet weet. Dat denk je. Maar hoe meer jij gaat vertrouwen dat het juiste gevoel tot jou zal komen, hoe sneller jij ook die bevestiging gaat voelen van oké, nu weet ik wat ik moet doen. Nu weet ik welke beslissing ik mag nemen hierin. Nu weet ik wat goed voelt. Op dit moment zit je tussenin. Wat moet ik doen? Zal ik het zo doen of zal ik het zo doen? En dat vergt enorm veel energie. Je zult er nooit uitkomen als je op die manier blijft beredeneren. Dus jij moet naar jouw gevoel toe gaan. En op het moment dat je iets nog niet weet, omdat je dus helemaal in je hoofd aan het proberen het juiste antwoord te vinden of de geruststelling te gaan krijgen dat die kant op gaan goed is of die kant op gaan juist goed is of dat doen beter is dan dat doen, waar het ook om gaat hè, in jouw leven op dit moment, datgene waar jij veel twijfels bij hebt of veel onrust bij voelt omdat je niet goed weet wat goed is, bij twijfel geen beslissing nemen, kan ik je meegeven. Zolang jij twijfelt, hoef jij helemaal geen beslissing te nemen. Dan is het op dit moment wat het is. En dat is dat je twijfelt. En op het moment dat jij dat toelaat, dat je twijfelt en dat je het gewoon even niet weet, gaat er rust komen, ga je automatisch meer bij je gevoel kunnen komen. En dan kan ik je garanderen dat dat antwoord of die richting waar jij naar op zoek bent, die wordt duidelijk. Want dat voel je. Denk maar bijvoorbeeld aan de keren dat je verliefd was, of de keren, de momenten, de ervaringen die je gehad hebt, waarbij je een heel sterk gevoel had van dit is het. Of waar je absoluut geen twijfel had. Dat gevoel, dat
kun jij ook bij deze situatie gaan krijgen waar je nu in zit. En het probleem is dat jij nu dat via je verstand, omdat je bang bent om een verkeerde keuze te maken, omdat het onderwerp waar het om gaat is iets wat voor jou heel belangrijk is. Iets, ja, iets wat ook heel goed is dat jij je, dat dit in jouw leven is. Dat is ook niet voor niks. Dat is omdat je dus nog verder kunt gaan groeien in jezelf begrijpen, je gevoel toelaten, erachter gaan komen dat jij alle antwoorden in jou hebt. Die heb je niet buiten jezelf nodig. Die hoef je niet te leren of op te zoeken. Die moet je voelen. En dat is waar jij meer naartoe mag gaan, naar het voelen. En op de momenten dat je twijfelt of dat jij totaal niet bij je gevoel komt, is het ook oké. Dan is het voor jou juist belangrijk dat het oké is zoals het op dat moment is. Snap je wat ik bedoel? Niet forceren. Dat werkt averechts, dan duurt het alleen maar langer voordat jij je gemoedsrust vindt en dat gevoel vindt waar jij naar op zoek bent. Zo van, dit voelt oké, dit voelt goed. En beseffen dat jij niet alleen ervoor staat. Dat er onzichtbare krachten om jou heen zijn die jou helpen, die jou begeleiden. En ik persoonlijk heb ik gemerkt in mijn leven dat hoe meer ik die innerlijke stem, en dat is de stem die mij geruststelt, die mij motiveert, die mij fijne dingen toespreekt, dan ben ik de leiding van mijn ziel eigenlijk aan het volgen. En niet van het ego. Want het ego zal ervoor zorgen dat je juist twijfelt. Die zorgt ervoor dat je bang bent. Die zorgt ervoor dat je je onveilig voelt als je een bepaalde keuze maakt. Terwijl hoe meer je naar je gevoel echt toe gaat, jouw gevoel. En vooral hoe meer jij het ook toelaat als je het even niet weet. Hoe helderder alles wordt. Hoe meer antwoorden er tot jou gaan komen. Want jij bent ook veel te streng dat jij jezelf zo enorm veel druk oplegt. Waardoor die twijfel alleen maar meer wordt. En dat is logisch, want je raakt steeds verder verwijderd van jouw ware kern. Dus ga naar je gevoel toe, lieve schat. Het komt helemaal goed. Dit is juist ook weer een leerproces. Daarom is deze situatie er op dit moment. Zodat je kunt gaan leren dat bij twijfel jij mag zeggen, ik weet het even niet. En dat is ook oké. En ik vertrouw erop dat het antwoord zal komen, dat mijn gevoel duidelijk zal worden. En dan wordt het ook duidelijk, omdat dat jouw intentie is. Zo werkt energie. Heel magisch, als je er meer in gaat verdiepen, dan word je op die manier geholpen. Ik zal hier nog een laatste kaart voor deze mooie reading. Dat wordt deze. Laat je angst toe. Laat je angst toe. Het is. Die twijfel, die komt door een angst. Oké? En wat je van mij aan mag nemen, of zelf mag onderzoeken of dat klopt wat ik zeg. Je hoeft het niet van mij aan te nemen. Je mag gaan voelen wat het met jou doet. Angsten zorgen altijd voor twijfels. Omdat angst vanuit het ego komt. En het ego die denkt dat jij bescherming nodig hebt. Die wil jou behoeden voor iets. Maar dat is niet nodig. Jij hoeft niet behoed te worden voor iets. Jij mag gaan zien dat de angst die jij hebt er niet hoeft te zijn. En sterker nog, als jij geen angst meer hebt voor de angst, dan verdwijnt de angst. Want dan heeft hij geen bestaansrecht meer. Ik hoop dat dit niet allemaal te diep gaat of te filosofisch is, maar het is eigenlijk ook heel logisch. Maar goed, we denken vaak, ja, zo makkelijk is het niet. Ik heb die angst. Ja, en die mag je toelaten. Wat is die angst? Waar ben je echt bang voor? Schrijf het eens op voor jezelf en ga eens kijken wat eruit komt. En wat een supergoeie oefening is. En dit moet je willen natuurlijk, maar ik weet zeker als je nog steeds aan het kijken bent, dan voel je hier iets bij en dan denk je van ja, ik wil toch veel meer die innerlijke rust gaan vinden, die leiding gaan volgen die mij juist verder brengt, die me persoonlijk laat groeien. Als je dan erachter komt wat die angst is, waardoor je twijfelt, dan kun je heel duidelijk gaan zien, oké, dit komt dus vanuit
niet vanuit leven in vertrouwen, maar een leven vanuit angst, denken dat ik onveilig ben, nog steeds een beetje in de illusie leven. En dat is oké, alleen kan het zoveel lichter en mooier zijn. Daarom krijg je ook deze boodschap. Geef je over aan het universum. Als je het even niet weet, ook die angst. Als je denkt, ja, maar ik weet niet waar ik bang voor ben. Ook geef het aan het universum. Op dit moment weet ik niet hoe ik me voel, maar het voelt gewoon niet prettig. Maar ik weet ook niet wat ik eraan kan doen. Helemaal niet erg. Geef het over. Want zolang jij het opkropt of niet toelaat en maar doorraast, wordt het steeds groter. En uiteindelijk kan dat dus ook lichamelijke klachten, hoofdpijn, oververmoeidheid, omdat je het niet toelaat. Dus die twijfels zijn helemaal oké, die mogen er zijn. En bij twijfel hoef je helemaal niks te beslissen. Dat is ook lekker, toch? Als je eens een keertje niet hoeft te beslissen. Dat hoeft niet, dat leg je jezelf op. En als je op zo'n moment een beslissing gaat nemen, dan sta je er niet achter, omdat je het niet voelt. Dus je gaat naar je gevoel toe, zodra je daar klaar voor bent. En je laat die angst toe, die ervoor zorgt dat je twijfelt. En dan geef je dat over aan het universum. En echt waar, als je dat doet en de juiste vragen stelt die jou helpen, dat wat jij nodig hebt, dan ga je dat krijgen. Dat ga je voelen, dat ga je ervaren. En dat is de boodschap voor jou. Lieve jij, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Doe er wat mee als dat zo is. En tot de volgende keer. Muah.